Hun idee was inderdaad dat na het poepen relatief meer bloed en zuurstof naar het brein kon gaan. Dat, het, uh, oh. dat leek bevestigd te worden in die metingen. Dus, die, dus die als je die de die hebt, ben je slimmer? Eigenlijk. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport... Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over drie keer kakken voor de race. Zinvol of onzin? Een belangrijke wedstrijd gaat vaak gepaard met veelvuldig toiletbezoek. Poepen geeft hierbij weliswaar een opgelucht gevoel. Maar helpt het de prestatie ook? En levert een vezelarm dieet je eigenlijk iets op? Deze en andere sportieve hoogtepunten bespreken we in de laatste luchtige aflevering van seizoen 7. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge, hey, hey. goedemorgen. Goedemorgen. De laatste reguliere vrijdagochtend-aflevering van seizoen 7. Ja. Zomer 2023 gaat aanbreken. We gaan er zo meteen uh, vijf weken uh, tussenuit. En dan uh, zijn we er weer uh, met een mooie aflevering vanaf ongeveer half augustus. Ja. Zes weken er bijna tussenuit. Maar volgende week nog een bonus. Van ons bezoek aan de ASM Masters of Movement bijeenkomst over uh, onderzoek naar uh, zichten. Kijkgedrag. Ja. Kijkgedrag. Ja. Hartstikke interessant. Ga je horen. En ook na de zomer hè, weten we nu al dat we een heel mooie aflevering hebben met uh, een professor uit Maastricht. Over mitochondriën, ja. Onderzoek naar de, de machientjes in spieren. Die staat al voor je klaar. Maar vandaag gaan we het hebben over... Echt een scheidonderwerp. Ja. <laughs> kakken. Oftewel, wat is het effect van poepen voor de race op je prestatie? Waarom zou je minder vezels voor de wedstrijd eten? En we gaan ook het even hebben over de hoogtepunten van het seizoen straks met Guido Vroemen, maar even helemaal op het einde van de aflevering. Ja, leuk. Um, nou maar bij het begin beginnen, uh, waarom hebben we het over kakken? Er is onderzoek naar gedaan. <laughs> ja. Nou, wetenschap. Re Zeer recent zelfs. Het en... was een belangrijk verhaal in mijn eerste marathonavonturen. Ja. Ik had iets op te lossen op ja. dit onderwerp. En eigenlijk, uh, nou dacht ik, ach volgens mij stoeit iedereen daar wel eens mee, toch? Of uh, heeft daar <laughs> zo'n gedachte over? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk ooit eens dus al een aflevering uh, vrij in het ja. begin, aflevering 9, over damklachten gemaakt. Na, en daar bleek ook uit, heel ja. veel triatleten, hardlopers ja. zeker. Hebben last van duimklachten. Bij het hardlopen vooral vaak door het schokken van de duimen. Ja, uh, wordt het opgewekt. Nou ja. atleten door alle zooi en voeding uh, ja, die er naar die, binnen gaat. Die de, ja. goed of slecht valt. Ja, dan altijd die percentages variëren enorm. Maar het ik kan richting de 70, 80 procent van de, de deelnemers aan een lange afstand. Nou ja, een loop of triatlon die, die klagen daar wel Is het eigenlijk over. ook een onderwerp echt bij wielrenners? We hadden het vorige week even over jouw lange wielertochten. Minder, ja hè? ja een omdat dus minder. daar dat schokbelasting aan is de andere kant en... hoor ik wel of merk ik ja mensen zijn op een gegeven moment klaar met de gelletjes maar ja sportvoeding ja. ja ja en uh, maar nee maar dat is wel zo ja dus die schokbelasting dat is wel een extra factor die, uh, die een rol speelt ja. Uh, ja. heb jij een uh, poepritueel voor een race heb ik een poepritueel uh, niet per se maar wel dat ik in ieder geval één, uh, twee King toch? Maar koepen, de, de gouden standaard ja. is toch drie keer is een goede race dag? Ja, nou ja, goed voor jou wel. Ik, ik, nou ja, ik hoor denken. hem wel. eens. Ik, ik moet zeggen, ik tel wel mee. Ja, misschien heb je die van Aart Stichter die heb ik wel eens. Een keer, die zegt uh, dat ja. Ja, ik heb wel eens wat, ja, een interview met hem gehad over meer geloof en bijgeloof. En dat stukje bijgeloof ging bij hem inderdaad uh, hierover. En uh, ik, ik heb de quote nog maar even opgezocht. Um, de grote boodschap is een soort bijgeloof voor Aart Stichter. In ieder geval destijds. Zoals mijn broer. Hij was ook een getalenteerd hardloper. Het ooit uitdrukte. Aha. Twee keer voor de wedstrijd naar de wc is een slechte wedstrijd. Drie keer drukken wordt een gemiddelde race. En vier keer poepen in de uren voorafgaand wordt een topprestatie. Ja, vier keer, ja. heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Dan, dan, dan ben je wel aan het dunnen. Uh, ja. Ja, nee, ja, nou ja, goed. Kijk, ik ben niet. Toen ik dit hoorde, denk ik: ach, het is helemaal niet erg om een paar keer te moeten, of twee keer of zo, zonder meteen in paniek te raken. Maar ja. het is wel, ik moet even aan die uiligtoren lopen. Ja, die hebben we ook gehad. Een van de, de hoogste punten van de afgelopen zomer. Ik ja er eentje ja. waar ik niet gepoept had, maar dat was gewoon omdat de dag zo anders voor mij in elkaar stak. Ja. Ik moest natuurlijk eerst de uren daar in die binder gewoon wat Moest jij met luisteraars laten uh, kletsen? kletsen. Koffie drinken. En, uh, en eigenlijk pas op het uh, moment dat ik naar de start liep, dacht ik uh, twee dingen. Oeh, ik ben mentaal helemaal kapot. Van ja, dat praten. Van alle gezelligheid. Normaal, normaal heb je ja. dat voor een race ook nooit. Dan sluit mij maar gewoon liever op in een, in een, uh, in een hokje zonder anderen. Dan met een bepaalde focus. En de andere was, denk ik, ja, ik ben helemaal niet naar de wc geweest. Joh, maar maar oh. het is goed gegaan, gelukkig. Maar ik, ik was, uh, maar even, ik was ik de, maar de organisator meter meter. van de Uilentorenloop. Ja. En hier had ik aan gedacht. Want jij moest 700 meter lopen van de Binder ja. naar het startvak. Stond, en wat uh, stond er ja. op 500 meter? Ja. Een Dixiedorpje. Ik zag He? hem staan, Had je ja. lekker uh, ja. kunnen gaan. Had ik zelfs nog uh, geregeld <laughs> dat daar extra toiletpapier ja, was. Ja, maar dat ja, was dat niet zoveel te maken van mij. Over die uh, uit de torenloop gesproken. We gaan nu toch al een beetje in de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Weet je wat ik hier achter de stapel heb liggen voor de kijkers op YouTube? Hey, hey. dat is, een, dat is een, leuk hè? He? Mooi ja. Nummer 6016 ja. met jouw eigen naam Jurgen uh, in het rood. Betekent oorspronkelijk ingeschreven op de 15 kilometer. Maar met een blauwe slimmer ja. presteren sticker over de afstand. Oftewel, jij was een wijziger. Jij was gewijzigd naar de 5. Ja werd verbaasd op gereageerd door een aantal ja, mensen in mijn netwerk. De Jurgen maar de vijf. Maar deed de vijf. Even leuk, ik moet deze wand sowieso bijwerken. Dus het lijkt me leuk om deze ook hier op de wand achter mij te hangen, toch? Ja, dat is wel een emotioneel punt. Als die ik erbij zag, komt, ik zag vanmorgen. Heb dat heb je plek ervoor. Ja. Hier, daar rechtsboven. Dat is mijn allereerste startnummer. Twaalfde Cunera loop ah, 2016. Ja. Mijn eerste redenen. 10 kilometer wedstrijd. Ja, ja. En zo zit hij hier sowieso mijn eerste triathlon. Hangt hij nog? Uh, de Leiderdorp, 3 Maar ja, goed. Ik, ik, ga, ik heb hier een hele stapel liggen. Dus uh, ik ga volgens mij uh, op weg naar volgend seizoen uh, een nieuwe muur maken. En dan hangen we deze ja, natuurlijk dat op. Dat vind ik heel fijn. Ja, ja. Waarom? Ja, mij, het was voor mij een hele sociale loop. Ik denk voor ja. jou ook wel ergens. Hè? Een heel sociaal evenement. Ik vond het fantastisch. Ja. Even en, voor de uh, mensen die het gemist hadden: zaterdag 3 juni hadden wij met de Slimme Presteren Podcast ons eigen hardloop-event, de Uitdorenloop. Maar liefst uh, 525 inschrijvingen, 90 kinderen. Het was niet alleen maar van de Slimme Presteren Podcast. Het was natuurlijk ook een belangrijk, belangrijk evenement van ja. het dorp Leersum. Na 15 jaar, uh, hè, de, de, de springplank die wij gebruikten, was een historie van een evenement wat hier altijd was. 15 jaar niet georganiseerd. Nou, die hebben we gepakt. Ja, en lyrische reacties. Mensen vonden het echt ontzettend leuk, goed geregeld, hoge cijfers. Maar jij uh, ja, ging ook. In het kader van de gezelligste. Ja. Jij, liep, uh, jij liep trouwens niet alleen. <laughs> Nee, precies. Je liep met je ja, zo zoon. De eerste race die ik met mijn zoon heb gelopen. Ja. En, uh, ja is hij besmet ik... geraakt, denk je? moeten we eigenlijk aan hem vragen. Nee, hij vond het zeker ontzettend leuk. Ja, nee, dit is eigenlijk... Uh, ik heb natuurlijk al maanden uh, van tevoren... heb ik bij mij in de appgroep van mijn gezin... dit uh, gedropt van jongens... Er, er komt een loop aan in Leersum. En we gaan meedoen. En we gaan meedoen, want we gaan het organiseren. Wie ja. dan? Ja, die Slimmer Presteren podcast, onder andere. Nou, Gerrit. En uiteindelijk, ja, mijn vrouw moest tennissen. En mijn dochter moest werken. Maar wie is er dan zo weinig? zei: Nou, tuurlijk, ik doe ja, mee. Ga je ja. Doen. En volgens mij, uh, ja, nou ja, van tevoren hadden we al zoiets van, ja, hoe gaan we dat eigenlijk? Gaan we samen lopen? Dat doen we nooit, want. Uh, nee. Ja, hadden ook niet samen niet. getraind. Nee, helemaal niet. Uh, en Daarbij liep er ook nog door zo heen dat er, die 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 hebben de nummers nog. Een aantal uh, jongens van het uh, AZC. Ja, wij leersen. zijn allebei sinds de afgelopen maand daar uh, actief als vrijwilliger ja. hè, in het activiteitenprogramma. Ja. Jij hebt ook uh, met een buddy trekje op en je loopt hard met ze. Ja. Dus ik had in het voorafgaand we wat reclame gemaakt, wat getraind met wat jongens en, uh, nou, en we hadden een heel plan opgezet van uh, hoe, hoe werkt dat dan met zo'n race, de inschrijving, ja. waar moeten we ons melden? Keren uh, of twee keer had parcours gelopen met uh, twee van die mannen, en uh, maar uiteindelijk denk je van tevoren: ach, we gaan gewoon gezellig als groep lopen. Ja, dat ging natuurlijk niet, want we nee. waren gewoon reed te druk. Maar daar, dit uh, was het antwoord op de vraag waarom jij ja. uh, ging omschrijven. Want je dacht, ik ga toch even met die ja. jongens uh, samen ja. Ja. blijven en ja. met Wieger samen ja. blijven. En uiteindelijk, uh, ja, het, leu <laughs> het leuke is wel dat die uh, nou, die AZC'ers die knalde er ook echt vandoor. Dus ja, die, die hadden zwaar. nog niet zoveel pacing. hè nee, niet vertelde jou, jonge gasten, jaren ja. 19. Ja. Maar uh, ik moet er zeggen, eentje die uh, nou, eindigt volgens mij echt top 10 gewoon. Lekker, ja, uh. ja deken. Nee, uh, nou ja, Wieger die. Uh, ja, eigenlijk na een halve kilometer, kilometer dacht ik: hé, hey, wie loopt daar? Uh, eerst vroemen zag ik in de verte en daarvoor uh, ik zag Wieger. Ik denk, nou, oké, okay, wie weet, ik uh, loop wel naar hem toe. Of ik kom, nou, ik liep niet naar hem toe, maar hij liep ook niet van me weg. Nou, ah. en uh, eigenlijk uh, was het een mooi richtpunt. Ik denk, nou, uh, prima. Leuk. Uh, mooi tempo. En uh, eigenlijk de laatste heuvel die ik al kende door het parcoursverkenning. <laughs> het en hij een gesloopt. beetje voorzichtig omhoog ging. Dan denk, ik, nou, ik volgens mij nadruk hem nu. Dus wij zijn lekker uh, precies uh, samen oh, over uh, de finish gelopen. Ja. ja, sowieso zat die hele dag vol met mooie verhalen. Ja. Ik heb veel vaders met zonen gezien. Ronald liep ja. met zijn zoon. Mooi. Michel Bart liep met zijn zoon. Allerlei ja. mensen liep met zijn zoon. Ik heb heel veel leuke luisteraars van de show zien. Bert en Nienke en Ronald. Oh, dit moet ik niet doen, want nu begin ik. Ja. Jerry. En Rob ja. en uh, oh, Bianco de, uh, Bianco natuurlijk. Ja. En uh, nog veel meer. Ja, we hadden wat snelle jongens ook. Hè. De, uh, oh ja, die natuurlijk die Manix heen. won de 15 ja. kilometer uh, in zijn slimme presteren ja. shirt. Zag er ook mooi uit, indrukwekkend. En uh, sorry voor alle vrienden van de show die ik nu even zo snel vergeet. Iedereen die nu luistert denkt, verdorie, heb ik toch mooi gemist. Je mag hem voortaan in je agenda zetten als een herhaald event ieder jaar. De eerste zaterdag van juni. Wat volgend jaar 1 juni 2024 is, gaan we het weer doen. En dan wordt het de 25e editie. Maar goed, terug naar het onderwerp. Ja. Oh, ja. Jij had dus niet gepoept voor de wedstrijd, nee. toch lekker gelopen. Toch prima. Maar goed, je gelopen. ging ook niet en, voor uh, de prestaties. Nee. nee, maar uh, ja, er is een studie gekomen dit jaar. Taiwanese studie, denk je. Oh, doen ze daar ook onderzoek? Ja, daar doen ze ook onderzoek. En nog wel bij uh, een groep elite uh, triatleten, wel zware jongere leeftijd. Ik uh, denk tussen de 18 en 23. Mm -hmm. En inderdaad, gekeken van wat doet de defecatie? Defecatie is dat de wetenschappelijke ja, dat term voor. Uh, poepen. Ja, op, uh, en uh, op de sportprestatie. Ja. Nou ja, dat wordt natuurlijk. Uh, ja, dat is interessant, hè? Ja, vooral ook hoe nou, je die studie opzet. Ja, precies. Dus uh, dan kunnen we het even, even in het kort. Zij hebben een groep uh, e uh, triathleten uitgenodigd, benaderd om mee te doen. Ze hebben netjes bij die, uh, het ging om, uiteindelijk om 15, meen ik. Hmm. Netjes even gepolst, ja, klein groepje. Van wanneer poep jij normaliter? Ja, dat is wel grappig. Want ze hebben. Nou ja, heb jij eigenlijk een vast moment, <laughs> een tijdstip op de dag waarop jij poept, Gerrit? Ja. Dit is een onderwerp waar Wat... mijn vrouw zich over verbaast. Die heeft dat namelijk zeker wel. Oké, okay. ik kan wel, uh, ik kan, het varieert <laughs> okay. bij mij nogal. Ja, ja, uh, okay. dit, uh, vaak ergens in de ochtend na het ontbijt, wel een keer, maar het kan ook zomaar 's avonds voor het slapen gaan. In, nee. uh, ik ja, zou dus nee antwoorden op nee. Die vraag. Nou, de vraag. dus dat verbaas me hier wel. In alle stelligheden werden de triatleten geen naam, maar wel P1, P2 tot en met P13 uiteindelijk. Ja, en dan hadden ze precies netjes genoteerd. Wat die, uh, oh ja, dat is mooi hoe ze dat. De self reported hab habitual bowel evacuation times. <laughs> ja, oké. <laughs> nou. Oftewel, de, de bowel is natuurlijk je, je buikholte en dan de evacuation. Ja, dus eigenlijk time. je darm daar, ja. uh, precies. Ja. En, uh, nou ja, P1, was om 9 uur. Nou ja, kun ja uh, Dit is het moment van de dag. 8:50 uur dus 50, tegen 1. 6 uur ochtends. Okay. Uh, Laat je, ons vooral weten in de reacties op deze aflevering: nou ja. heb jij een vast moment? Ja, ja of nee? Maar dat heeft veel te maken natuurlijk met hoe ze die studie aanpakten. Om zes uur begonnen ze in het lab. Ja. En dan moest er meteen gepoept worden, ja of nee. En dat is een beetje Ik bedoel, je moest. Moest dat van de onderzoekers ja, zo... of was het ja. of je aandrang had? Nee, ja, nou ja maar dat, dat heeft, maar wordt niet uitgelegd. Wat ze gedaan hebben, ze eigenlijk die groep. <laughs> Triathleten hebben ze uh, op een fiets gezet en een fietstest gedaan tot uitputting. Ja. En dan gekeken van maakt het eigenlijk uit of jij uh, van tevoren wel of niet gepoept hebt. Ja. Nou ja, en om die studie te doen heb je in ieder geval nodig dat ze een keer op die fiets gaan uh, wel gepoept en een keer niet gepoept. Ja, dat lijkt me simpel. Dus, nou ja, en ik ben daar niet goed achter gekomen hoe dat precies werkt, maar ze moesten om zes uur verzamelen. En de avond ervoor hadden ze wel uh, tien uur niet mogen eten. En ze hadden nog samen gegeten in ieder geval. Dat, dat ze allemaal hetzelfde, hetzelfde hadden, hadden. gegeten. Ja, ja, ja. De fietsers was dan om half acht. En dan zeggen zij, ja goed, we, uiteindelijk hebben zij gewoon bij iedereen. En dan juist ook niet, uh, ja, zij, zij noemen het wel dat zij het uh, ja, half om half hadden. Want anders ga je natuurlijk de tweede keer fietsen van de natuur, misschien harder dan de eerste mm, keer. Je wil mm, dat een mm. beetje netjes doen. Dus wij hebben het erover. Ja, twee, bij twee vielen af, want die, die konden niet poepen. Maar bij de andere is het prima gelukt om de eerste keer uh, de helft te laten poepen. En dan diezelfde helft de tweede keer hun poep te laten inhouden ja. en die test te laten okay. doen. Oké, maar nu naar de resultaten. <laughs> was ja. er een significant verschil? Er was een absoluut een significant niet. verschil. Ja, ja? Nee, heel duidelijk. En, en uh, leeg ga je harder? Leeg ga je harder. Ja, het scheelde van 27 naar 32 minuten. Dus de, ja, het was test tot uitputting. Dus ja. uh... Ze konden vijf minuten langer doorgaan. Ja, en 7... dat zijn dan wel de laatste vijf minuten. Hè? Ik weet niet hoe vaak jij zo'n test ja. hebt gedaan. Maar als je normaal bij je eerste test bij 27 minuten opgeeft, vijf minuten ja. langer door vind en ik wel heel veel. 17% gemiddeld. Als je even inzoomt op die data, dan kom je er wel achter van ja, er was best wel variatie. Dus het betekent de meerderheid, inderdaad, gingen vet op of gingen op vooruit een aantal echt extreem. Eén, ja. één waar niks gebeurde, en, en twee die gingen de verkeerde kant op. Maar ja, uh, je. Of een fietstest? Nee, je, die, die gingen de tweede keer minder ver. Ja. He, terwijl dus ze kan, wel gepoept uh, hadden. Ja, dus ze kunnen wel, ik bedoel, de statistiek laat laten zien. He, dat je, hè? bij twaalf proefpersonen, dat twee uh, op de twaalf. Ja. Nou, goed. Ja, nou, maar goed, okay. het is een leuke studie. Ja. Het bevestigt in feite wat je intuïtief ja. weet. Ja. Als je dames leeg zijn, kun je beter sporten, toch? Ja, nou ja. Want, waarom, ja. Uh, Gerrit? Nou, heel praktisch. En daar hebben we het wel eens over gehad, ook in marathonvoorbereiding en zo. Het is gewoon anderhalf kilo gewicht. Ja, maar die niet in jouw buikholte zit. Een fietstest in het lab ja heb je Zou niks dat te niks maken met gewicht? nee maar oké okay, maar door associerend er is ja gewoon anderhalve kilo massa die je niet in je buik hebt ze dus zitten dan toch ook niet in de weg kun je om, nou ja, je, ja dat okay, lijkt okay, mij ja. gewoon prettig oké okay, nou ja het is goed dat je daar in ieder geval een, een idee over hebt want uh, je kan na het poepen ik als ik twee keer heb gepoep voor een race ja, dan, borrelt, dan voelt dat ook niet altijd even fijn. Kampen zijn, krampen oh, zijn geen er ook last niet. Van. Nee? nee, leeg is leeg. Heerlijk. Het, uh, nee, want dan komen we op een ander onderwerp. Je hebt natuurlijk een aantal linkjes verzameld. Ja. Maar de leuke van de Quest: hoeveel uh, poep de mensen in zijn leven? Oh ja, uh, de, dubbel, de, de Gemiddeld genomen 1,2 keer per dag. Dus hoe vaak? 1,2 keer per ja. dag. Ja. Dus, de, dus Dat kan dan niet dan op een en vast. Een gemiddelde moment. drol bevat 100, iets, uh, 128 gram Te zwaar. Zo weinig? Licht. Licht, ja. Heel weinig. Ja. Ja, tenzij. ben ja, jou de drol, maar is dat zelfs een poepbeurt? Ja. Ja, nee. zeker. Nee, we ja, nee, nog is de... ja. in één oh. zitten. Maar het betekent dat jij geen jij hebt echt een poepbeurt bij jou is het dat vrij los. Het wisselt, los, uh... het is oh, niet okay. altijd één lange curve. Ja. Nou ja, dan hoeft het allemaal nee, ja, 128 gram. Dat betekent dat je in heel mensen leven ongeveer 4000 kilo. 128 uh, gram, hier geloof ik echt een reet ja, van. Nou ja. Is goed. dit mannen en vrouwen bij elkaar? Er Is ooit een onderzoek geweest? Ja, misschien kinderen ertussen. En, ja, uh, dat maakt nogal en uit. Harde maar goed, dat en is kwestie, ja. Dat is ook niet zo heel relevant. Nee, nee die andere ja. studie die gaat in over de oplossing. Ja. Want de mensen. Ik ga het nog maar een keer herhalen. Maar mijn eerste marathon werd uh, vervelend onderbroken door een zeer acute aandrang. En uh, in ja. het legen van de darmen ja. van de bouwel in het Rotterdamse, uh, in het Kralingse ja. bos. Ja. Toen had ik ook nog niet door dat er gewoon bij iedere drankpost dicties staan. Maar goed, het was urgent. Um, een van de oplossingen die ik daarvoor aangereikt kreeg en die ik nu structureel toepas, is je moet de laatste 24, misschien 36 uur voor een race geen vezels meer eten. Want vezels kunnen niet verteerd worden door je darmen. Uh, een groot deel van de poep ja. is namelijk onverteerde vetels. Ja. Dus als je ze niet eet, dan heb je ook ja. geen poepvolume. Ja. Dan dus ben je lekker licht, ben je leeg. Um, we krijgen daar op onze Instagram regelmatig dan een vraag over. Die zeggen: Hoe zeg je nou dat je geen vezels moet eten? Jawel, altijd. Dat is knijtergezond. Maar dus even niet in de maar 24 Ik doe het niet, hè? Ik pas mijn dieet niet aan. Ik denk, ik denk Helemaal niks. Ook niet uh, voor die uh, 130-kilometer-wielertochten ja. en zo? Nee. Dat zeg je niet. nou in een bijzin ook niet voor die marathon volgend jaar? Nee, dat weet je nu al. Ja, waarom zou je dat Omdat niet ik doen? gewoon, Wat staat nou, je tegen? ik heb die hele discussie al. Omdat je, je, aanpassen van dieet bij mij, dat geeft mij zoveel onrust, laat ik het zo zeggen. Dus nou. ik ga dat niet uh, bewust doen. Plus de kennis die ik nu heb, ik denk, waarom? ja, want je hebt een studie. Ja. Nou ja, gaat hij specifiek over dan dit? Dan kom toch nog even terug op uh, die darmaflevering. Je wordt, er, van ons. je wordt er boos van. Want we hadden het erover, als het goed is. Alleen we snappen het niet allemaal. Maar die bacteriën in die darm zijn hartstikke belangrijk. Hè? Ja, 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 ja. En uh, je hebt gezonde eigenlijk. En je vindt mensen met obesitas, diabetes. die hebben een andere samenstelling. Ja, 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 ja. Poeptransplantatie wordt ja, genoemd. Uh, ja. Als manier om bijvoorbeeld uh, insuline te genereren. Wordt die zelfs genoemd tegen... in de context van mogelijk uh, Parkinson-onderzoek. Uh, ja. uh, uh, nou, en kijken of je daarmee tegen gaat. We hebben het toen ook over gehad, een muizenstudie ooit, die gingen harder rennen als zij bepaalde banaampoeptransplantatie. Ja, nou, ja. Omdat er bacteriën bijvoorbeeld zitten die uh, lactaat omzetten in weer gunstige stoffen, noem maar Precies. Op. Ik heb erg het gevoel, waarom zou je gaan rommelen eigenlijk met die hele inhoud, terwijl die een wezenlijke bijdrage lijkt te leveren, los van alleen maar uh, ja. de, uh, de creatie nou, maar nu, van uh, poep nu moeten we snel, misschien de gezondheid. Uh, nu moeten we snel door naar Guido, want uh, die kan dan als arts ook zeggen, als, ja. je, als jij toch 36 uur even geen vezels eet, is toch niet meteen je hele nee. microbiome van de leg? Nee, dat is goed. Dat is wel een, nee, en, en nogmaals, als jij van tevoren drie keer moet poepen omdat jij voor een race, dan ben je ook al uh, heel Ben je kwijt, ook de ja. inhoud kwijt. Nee, maar ja. wat levert het op? En Er is, deze, die, Daar het, is niet zoveel om. onderzoek gedaan. Nou ja, vezelarm eten. Dus eh, groep mannen. Nogmaals, zeven... goed bijzeggen. Voor de wedstrijd. Ja. Hè? Niet in zijn algemeenheid. Eten groep vetels. mannen hebben zeven dagen een normaal dieet eerst gevolgd van 30 gram vezels per dag. Daarna vier dagen vezelarm. Oeh, slang. Dezelfde, want dat uh, vind jij lang, hè? Ja. Vind ik, wel. ik doe het. Ik, ik, zeg maar, ik heb nu uh, zaterdag een wedstrijd. Ja. Dan begin ik vanaf vrijdag. Ja, ja, echt zo. Niet eerder. Uh, nee. Nee. Hetzelfde uh, aantal kilocalorieën is natuurlijk belangrijk. Uh, Zelfde macronutriënten, dus de samenstelling mm -hmm. koolhydraten, vet en mm -hmm. eiwit. Mm -hmm. En ze daarbij niet uh, de trainingsomvang en intensiteit verandert. Ja, ja wat het jammer is, ja, ze hebben niet naar de prestatie gekeken. Kan er niks aan wat? doen. Die studies zijn er gewoon niet. Omdat Waar kijken ze dan naar? Ja, gewoon. Uh, het of gewicht, ze minder moeten poepen. Ja, uh, ja, ja of, ze, of ze lichter zijn. Nou ja, uiteindelijk het scheelde 0,6 kilo. En Dan krijg je denken, ah ja, als één uh, 128 gram denk ik, oh, nou, dat is ongeveer drie. drie, drie uh, ja, drie, drie, uh, drie ik, uh, ja. In, in jouw onderzoek. Ja, dus eigenlijk heel weinig. Nou ja, dus jij zegt van oké, okay, misschien bij jou iets meer. Voor het gewicht hoef je niet zozeer te doen. Waar dan wel? Nee, ja, je... nee nog iets anders. De het ontlasting is... wordt wat harder. Ja, dat kan. Uh, maar waarom ik het ook doe, is omdat ik na aanleiding van die ervaring in die eerste marathon. Natuurlijk, niet meer mijn race onderbroken wil ja. hebben. Omdat ik opeens moet. Ja. En dat is helemaal nu met die halve triathlon. En nu moeten we maar in de bijzin zeggen. we nemen dit op voor mijn halve triathlon. Ja. En we zenden het uit daarna. En hopelijk hebben we tussendoor al een soort race review-bonus uh, in je podcast spelen gehad. Um, een van de dingen die mij nu een beetje zorgbaart. Is, uh, ik had uh, na de heide een, 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 een poepincident, maar na afloop. Ja. Ik had een enorme kramp en ik moest opeens, ik dacht, ik red het nog naar een wc, maar ik moest de bus gewoon aan de kant gooien, zo was de paniek. Dat ik daarna dacht: kak, letterlijk. <laughs> mijn suit heeft de rits uh. op de rug. Uh, daar zat, toen die nieuw binnenkwam, een touwtje aan, dat heb ik afgehaald, want mm. dat vind ik irritant en is dus niet RO en weet ja. ik het allemaal. Maar dat betekent concreet dat ik zelf. Mijn triathlonpak niet kan open doen. Dus ik heb nu, dus uh, kort voor de halve van Zeewolde wel een soort angstscenario. Ja. Dat ik denk, oh, dat snap ik. Als ik in die vijf want... uur opeens moet, ik kan gekant kant ja. op. Ja. En jij, maar jij, jij denkt dat de kans lager is. Door ik de denk dat ik niet hoef. Te, nee, je niet want hoef. ik ga natuurlijk weer geen vezels eten. Ja. En ik ben gewoon sporten. En alles wat ik op de dag zelf eet. Dat het, uh... En ik ga natuurlijk voor de wedstrijd een keer of twee, drie. Ja. Ik, ja, ik heb de studies dus niet gevonden. Je, zou, ja, je hoopt dat de studies zijn gedaan waarin... Nou ja, dan zullen ze enquêtes van mensen gevraagd hebben om... en dat dan geturfd van... en hoe waren jouw darmproblemen, noem maar op. Ik heb wel zoiets... op een knetterhete dag bijvoorbeeld... of wat het uh, wordt. als jij uitgedroogd raakt... nou, wat is de, de oorzaak van die al die, die... ja, dat je gaat boeren of aan de scheiterij raakt... of krampen, noem maar op. Is, ja, de bloedtoevoer naar de darmen... Die wordt die gewoon ook een stukje verstoord. minder ja, ja, en dat ja, ja, ja. wordt versterkt onder uh, ja, bij hoge intensiteit veel en, koolhydraten. En, ja, door die gelletjes en daaromheen als het extra warm is en ja, kijk dan uh, dan denk ik ook dat jij uh, nou ja uh, hetzelfde probleem kunt gaan hebben. Maar, nou, weet ja, je wat ook echt? Ik zit het nu ook voor me na. Maar het, weet je wat het is ook echt <laughs> nare? Dat scenario is, want jij vroeg het al. Oh, uh, je, je rits op de rug. Vraag je dan atleten om het dicht te doen? Ja, ja. bijvoorbeeld in te Heide, Michael Bentvelze, uh, luisteraar, vriend van de show. Stond ik even met de kletsen. en zei: Nou, Wil je mijn uh, ja. pak dicht ritsen? En na afloop vraag ik iemand: Wil je het open ritsen? Ja. Maar stel nou dat je onderweg. Want dan heb je natuurlijk het volgende probleem. Je hebt dus iemand nodig om hem open te doen, maar vervolgens als je moet doen wat je dan moet doen, we wil je, je niet bij iemand nee. in me. Dus dan uh, loop je even mee, man, want ik. Je moet hem ook weer sluiten. Pak over ritsen. Dan ga ja. ik nu even ja. gauw een heel stukje ja. verder. Heel op. interessant. Ja. ja. Nee, ja goed. Ik, uh, ja, het zal, het zal wel goed gaan, Gert. Of niet? Hè? Ja. Nou, maar, je hoort uh, het in de bonusaflevering. Ja. Ik ben blij dat ik uh, gewoon een pakje heb met een rits aan de voorkant. Aan de voorkant. Ja. 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 Nou, ook heftig. Ja. En verder rondom het onderwerp. Nee, ja. laten we ja, nee, nog eens even. Ja, het is wel heel. Uh, want ja, toch maar even nog iets noemen. Het is wel ik heel praktisch jij uh, een laag fotmap dieet. Die bevat ook minder vezels, maar ook een, een geen, wat minder lactose. -fructose. Waar staat FODMAP voor? Ja, fermenteerbare oligosachariden, disachariden, disacchariden, monosacchariden. Dat zijn allemaal suikers eigenlijk. Ja. Waarbij eigenlijk de lengte van de keten uh, staat dat voor. En poliolen, dat zijn suikervervangers zoals xylitol. Ja. Nou, die zitten echt in heel veel producten. Maar dit is ik... dus een laag fotmap dieet, ja. dus je gaat al deze stoffen Proberen te in, in, vermijden. Precies. En dan, uh, nou, omdat, en dat, dus ander, ja, mi minder melk, touwenproducten, minder zoete vruchten, appels, kersen, ook minder yoghurt. Maar het zit ook in energy bars, uh, uien, knoflook, uh, noten. Nou ja, wat er gebeurt, ja, fermenteerbaar. Goed, die bacteriën, die gaan, uh, gaan fermenteren de, de, deze spulletjes, vinden ze ja, heerlijk. In je darmen, ja. En daar uh, ja, ontstaat gas bij, ja. uh, trekt allerlei vocht ook nog aan. En ja, dat gaat knetteren natuurlijk. Dus uh, ze hebben het idee van, hebben nou atleten baat bij het feit dat ze hun dieet aanpassen, maar dan niet zozeer alleen maar vezelarm zoals jij doet, maar ja, uh, Voor juist, de race, voor de ja. race. Want dit is een... Is dit een structureel dieet? Is dit hoe je, ja, of is dit ook weer specifiek race, race dag? Uh, uh, nee, want hebben ze zes dagen gedaan in een australische studie. Ja, eigenlijk, nou ja, het, het, was er ineens, maar het lijkt ook weer verdwenen. Dit wordt veel toegepast. Dit dieet dat zullen mensen kennen die het prikkelbare darmsyndroom hebben. Oké. Okay. Die, uh, dat wordt voor hun in ieder geval vaak uh, gezegd of gesuggereerd om dat te doen. Ja. En Vanwege het feit van dat toch veel hardlopers klagen over nou, zelden soort prikkelbare darm, zullen we maar zeggen, ja. tijdens racedagen, is deze australische studie toen uitgevoerd. Uh, en ja, het, 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 het hielp inderdaad. Ze hebben eigenlijk een wedstrijd gewoon nagebootst in de training. Mm -hmm prestatie weer niet gemeten, ja, vragen me niet waarom. En uh, maar wel mensen gepolst na afloop en hoe voelde het? Ja, stukken beter, voelde hmm. veel minder last van. Dus je kan los van de, en dit bevat ook minder feest. Dus je kan natuurlijk steeds dieper gaan, denk ik, in het uh, kijken van hoe in. De, ja, ga ik mijn dieet helemaal aanpassen. En dit is ook ter overweging. En dit fodmap dieet klinkt alsof het dus ontstaan is vanuit kennis over die darmbacteriën en dat je gaat ja. kijken van, ja. hey, waar reageren die darmbacteriën fel op? Ja. En dan gaan we al die voedingsstoffen uit het dieet Precies, halen. alles wat gefermenteerd wordt. En dus en, maar daar zit, dat, het lastige is daar, dat geeft zij ook aan, ja, veel, veel suikers, uh, lactose, fructose, die worden dan ook gefermenteerd door bepaalde bacteriën. Ja, ja en die heb je juist wel die nodig wel in de aanloop. Nodig. Dus ja, 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 uh, daar ga je niet inboeten in. Nou, nog, ja, dat is een Australische onderzoekerster Liz, ja, die heeft wat meer geschreven in die tijd. En die, die heeft toch ook bij uh, groepen atleten gepost: wat, wat is jullie dieet? Nou, kwam zij erachter. En dan vond ze trouwens een heel bizar idee dat heel veel atleten ook glutenvrij voor uh, 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 dieet gaan nemen. En met het idee, ja, zijn ze glutenintolerant? Nee. Dus uh, dat, ja, is dat, dat idee heb ik meer. keer ja. om me heen hoor dat, dat glutenvrij dieet een soort. Hip is. Ja, en uh, nou, dat is eigenlijk in principe voor mensen met glutenintolerantie of celiakie ja. en uh, nou ja, en dus zij waarschuwt een beetje van ja goed ga je dan niet, want dan ga je ook natuurlijk ja de gluten, er zit natuurlijk ook veel touwachtige tar uh, producten, producten. Ja. Ja, ga je niet te veel inboeten eigenlijk op die, op juist op jouw vezels en andere essentiële uh, stoffen uh, die je toch bij je voeding moet binnenkrijgen, ook als atleet. Ja. Dus het is een beetje een uh, nou ja, misschien is daarom mijn reactie op jou van... hoe zou aanpassen, mijn dieet aanpassen? Dat is ook aan de aanleiding van hoe zij, wat zij zegt. Van, het is eigenlijk raar dat al die atleten... nou ja, zo extreem gaan naar zelfs een glutenvrij dieet... in de aanloop naar wedstrijden of als onderdeel van... terwijl ze helemaal niks pathologisch hebben. Er is geen, ja, er is geen nee, ja, aanwijzing voor... Nee, er is geen medische een, aanwijzing nee. waarom je dat zou ja. doen. En in jouw geval denk ik, ach ja, één dagje. Nou ja, ik ben al benieuwd, want dat... Dat werd ook ergens, ving ik dat op of las ik, van hoe lang duurt eigenlijk de, de doorlooptijd ja. in jouw darmen? Dat is interessant. Gemiddeld ik heb in mijn hoofd oh ja. 24 uur. Klopt dat? Twee, nee, het ging om twee jaar. De gut transit time ja. is gemiddeld twee dagen. Twee dagen? Maar hoogst variabel, ah ja, uit. hoogst variabel tussen personen, 10 tot 96 uur. 10 tot 96 uur? Ja. Kijk, tuurlijk, als... 96 Oven. uur? Ja. Ik kan niet eens uitrekenen hoe lang dat is. Dus dat betekent echt dat die van jouw mond tot aan uh, de achterkant... Dat dat ah joh, je uit. Dat kan toch geen drie, vier dagen duren? Dat ja, kan niet. Ja, blijkbaar. Je, het komt daar terecht en dan gaan die, die damen lekker mee aan de slag ja. en noem maar op. Ik heb kijk, vaak het idee... Er je die 24, 24 uur snel opgenomen, maar die dame, Die, die resten? Ik vind die 24 uur vond ik al een lang idee namelijk. Ik heb het idee dat als ik in de volgende <laughs> ochtend in de pot kijk... dat ik daar zie liggen wat ik gisteravond gegeten ah, heb. Ja. Maar ah, dat, dat is mijn is idee. idee. Ja, Wat dat zie is al... je dan precies liggen? Ja, uh, nou, het maar... is bij mij altijd heel schoon. Hé, hey. uh, hey. een leuk bruggetje. Hey. Ja. Uh, Trouwen luisteraars, die weten het. We hebben <laughs> ja. ooit een mooie samenwerking gehad met Zo Schoon. En Zo Schoon is van een vriend van jou van die fietsgroep ja. waar je ook mee naar de Pyreneeën was: ja. Bert Groen. Die elke avond al mijn fiets schoonmaakte. Echt? die had Met een potje ja, Zo de Schoon. mee ja. van. Uh, ja. ja. Moeten we even voorzichtig zijn in het kader van commerciën? Ja, nou ja, dit is gewoon een cadeautje van Bert. En zo vinden wij een super sympathiek merk. Ja. Want het is hartstikke duurzaam en een revolutie op de schoonmaakmarkt. Uh, en ze proberen hard aan de weg te timmeren. En het idee is, uh, als je in het schoonmaakschap kijkt, in de supermarkt, al die flessen, dus. 80% of wel meer water. Klap. Dus waarom zouden we met z'n allen nou heel veel flessen water door Nederland gaan verplaatsen? Ja. Doe gewoon alleen de werkzame stof en water komt thuis uit de kraan. Dat is het concept van Zo Schoon. Krijg je dus uh, zakken en een spuitbusje. En uh, nou, we hebben wel eens daar uh, wat advertenties voor gedraaid. En nu zei Bert, die hoorde hierover, nou, dat vind ik een mooi haakje. Ik heb wel een aantal Zo Schoon sanitaire pakketten weg te geven. Ja. Hoeveel? Vijf vijf stuks. Waarde en waarde uh, van twintig euro. Twintig dus, uh, euro, cadeautje van ja. Bert. En we doen het uh, net zoals we wel vaker hebben gedaan met uh, giveaways. Uh, de eerste vijf mensen die nu mailen naar post.slimmerpodcast.nl Ik wil zo'n pakket ja. met even je adresgegevens erbij. Die stuur ik er een op. Misschien met foto van de boodschap? Nee. Nee, nee, zeker niet nee? met okay. een foto van je toilet. Dat ah, hoeft okay. niet. Uh, nee. <laughs> Wat een slecht idee. <laughs> uh, dat hoeft niet. En ik weet toevallig, want de uh, vorige samenwerking ging rondom de 100 aflevering. Toen heeft Better 100 cadeau gedaan. Ik heb er nog een paar over. Dus ook die vijf daarna. Ik weet niet of dat dan een sanitair pakket is. Maar volgens mij was dat een keukenpakket, keukenpakket en voor en je dat fiets. Dat is heel goed voor je fiets. Ja. Ja. Dus uh, de eerste tien die je mailtje sturen, die uh, stuur ik een pakket op. Uh, laat het een aanleiding zijn om desnoods nog even een shirt in de webshop te bestellen of zo. Hè? Als ik toch een doosje akant op moet sturen, dan doen we dat zo. Um, we gaan zoomen met Vroemen. Uh, even twee vragen vasthouden. Die ene over oh ja, of dat nou uh, uh, in die darmen, of je uh, microbiome in de wagen gaat ja. van uh, twee dagen anders eten. En um, we gaan het even hebben over de hoogtepunten met hem ook. Want er zijn okay. er meer dan alleen de uittorloop. Ja. Maar niet voor dat. We nog even een administratieve inhaalslag proberen te maken voor de zomer. Aantal nieuwe vrienden van de show. Het gaat echt nog steeds lekker. En fijn, blijf dat vooral doen. Als je nu denkt vriend van de show, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, je kan naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En daar kun je doneren. Want. Diezelfde Marieke, die ik vorige week aanhaalde, die uh, mij op de vingers tikte omdat ik er zomaar een merk noemde, zonder dat het een expliciete sponsordeal was. Was het ook niet Marieke. Die zei ook: Ik ben zo blij dat jullie tenminste nog objectief zijn. Ja, dat klopt. Weinig advertenties in deze podcast, behalve een beetje voor onze eigen events. Uh, dat komt omdat wij dus uh, ook geen adverteerders hebben. Maar uh, leunen op mensen die doneren. En dat kun je doen op vriendvandeshow.nl. Zoals uh, Toby van de Witteboer dat deed. En Kim Bunt deed het ook. Twan Freiters deed het ook. Laris en Arjan deden dat, zonder hun achternaam te noemen. Jill Aaldrink deed dat. En Evert deed het ook. En die deden het allemaal gelijk meteen voor een heel jaar. Als jij, uh, uh, want uh, het kost je een, een kop koffie in de maand. Drie euro per maand. Maar als je dat in één keer voor het hele jaar doet... dan uh, betaal je er maar elf. En dan betalen wij maar uh, één keer transactiekosten. Anne Satsa deed het ook, Mago deed het, Bas Pater deed het, Lennart Koop deed het ook en ook Sander Holterman werden allemaal in de afgelopen weken vriend of vriendin van de show. Hoeveel hebben we er nu? Ja, Schatding. dat is een hele goede vraag. Dat schrijf ik iedere week ergens op en dat kan ik wel even live voor jou opzoeken. Het zijn er een aantal honderden. Uh, het zijn er nu zo'n 225. Nou, dat is als ik zie dat wij ongeveer 7.000 tot 8.000 luisteraars ja. per week hebben, nog steeds maar een fractie. Uh, wist je trouwens dat we door de half miljoen uh, luisteraars heen nee. zijn? Over onze hele lifetime. Ja. Hè? Ja, dus in die, die heel, ja. in die 147 afleveringen meer dan een half miljoen keer beluisterd. Ik weet, er zijn podcasts in Nederland die <laughs> doen dat op weekbasis misschien. Maar ik vind het voor ons als twee kneutenboertjes ja. toch behoorlijk lekker. Ik las nog ergens een artikel van de Week in de Krant. Als je. Uh, als je als BN niet je eigen podcast hebt, doe je niet mee. En als je als podcast geen BN'ers hebt, dan uh, kun je het beter meteen ophouden. Maar goed, ja. wij uh, ploeteren lekker door, ja. toch? Nou, ik uh, ga wel volgend seizoen gewoon door, toch? Seizoen 8 komt eraan, ja, hè? Nog oké. 21 afleveringen in 2023, ja. zeker weten. Ja. Uh, maar niet voordat we seizoen 7 lekker samen afsluiten met Guido Vroemen. Kortom, ik zeg het nog één keer in seizoen 7, we gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen hey. Gewetensvraag, goedemorgen. ben jij al geweest vanochtend? Zeker. <laughs> Eén, twee of drie keer? <laughs> Eén, de eerste en, en de tweede, en ja. ja die komt straks zo dadelijk. Oh ja, Na heb jij uh, twee keer per dag? Ik werd overvallen net door Jurgen, ja. die vroeg heb je een vast poepmoment. Dat is wel een leuke ja. vraag voor het aan de mensen. Ja. Hoe goed ken je iemand? Jij ja, hebt er twee. Twee, twee ja? Nou, oh, dat is een mooi ritme, denk en, ik. En uh, hoeveel uh, gewichtsverlies heb jij? Uh, ja. ja, nou ja, omdat Gerrit is nog steeds een beetje denk, ontdaan van het feit dat het gemiddeld genomen dan 126 gram slechts Ja, Dat scheelt. kan niet kloppen. Oh nee, dat heb ik veel meer. Ik ja. ook. Dit klopt niet. Wij hebben het er vaker over gehad. Het is ja, anderhalve kilo of zo, joh. Het is gemiddeld genomen Je ja, nou inschatten: in dit soortelijk gewicht <laughs> is misschien wel veel lager dan je denkt. Ik stel voor... Nee, je... maar dat is gemiddeld genomen. Daar zitten <laughs> natuurlijk ook mensen bij die maar drie keer in de week poepen. Ja, ja, ja. Ja, maar dan, ja, dan wordt het toch nog en dan, veel meer? En die... Nee, dat droogt helemaal in. <laughs> ah, ja. Dan krijg je van die harde knijters. Ja, nou. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, ja. lachen, gieren, pillen, <laughs> poep Zoiets en pietschappen dus. in de Slimme Pesteren ja. podcast. Nou ja, maar... Ja, um, wel belangrijk. Toch? Ja, Guido, vlak voordat je erin kwam en ik zei we gaan beginnen, riep jij nog even... Wel een belangrijk onderwerp. Waarom zei je dat? <laughs> Dat zegt heel veel over mensen, hè? de kwaliteit van uh, je ontlasting. Ja. Dat kun je ook laten onderzoeken natuurlijk. Hè? Wat zit er allemaal in? Uh, wat, wat, uh, wat eet je allemaal en wat komt er eigenlijk weer uit? Uh, wat neem je op en wat, 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 wat gebruik je helemaal niet? Uh, en, en zitten er uh, micro-organismen in die je darmgezondheid uh, uh, verstoren? Noem het allemaal maar op. Kan heel veel... Vind ik een uh, ja, heel goed punt. Ja. Uh, de, de, de roept eigenlijk twee vragen op. Ten eerste, heb jij het al laten onderzoeken? Of zijn er atleten die benieuwd zijn naar? Die laatste niet direct, nee. Maar het ik eerste. ben nu wel heel benieuwd, moet ik zeggen. Maar ik heb het nooit nee, laten onderzoeken. Nee, die onder... laatste heb ik niet direct van... Hey Guido, ik wil mijn poep even laten nee. onderzoeken. Wanneer kan ik het brengen bij je? Ja, ja. Ja. <laughs> Hoezo? Nou, Kun jij dat zelf ook wel? <laughs> En, en jij zelf? Uh, ja, je kunt altijd kijken. <laughs> ja, ja, precies. En het eerste, dat gaat helemaal terug naar onze route. Eh, medische biologie. Ja, ja. Daar heb, je ook, eh, heb ik ook wel eens vaker meegedaan als proefpersoon bij onderzoeken. En dat deden we ook aan eh, onderzoeken op het gebied. Nou, de eerste onderzoeken met sportvoeding. Mm -hmm. En dan was je proefpersoon en dan moest je een heel dagboek bijhouden. van wat je de week van tevoren ging eten. En dan moest je ook. Een paar keer je ontlasting in een potje dumpen. en dat meebrengen naar het lab. waar dat helemaal werd onderzocht. wat er allemaal in zat. Hè? Dus daar zijn allemaal dingen. waarvan dacht ik: van god. daar kun je een hoop. Euh, een hoop informatie uithalen zeg. Goeiedag. Ja. 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 Maar dan dus is mijn klassieke het... vraag: uh, stel ik in een sportlab als het gaat over data, uh, stel ik dan nu ook als het gaat over veel informatie uithalen. Uh, wat doe je er dan mee? Want ik ben voor deze aflevering, hoe jolig ja. en leuk die ook is, nog wel een beetje op zoek naar onze praktische adviezen. Ja, uh, nou, wat, wat kan ik met die inzichten? Toen deed ik er zelf niks mee. Ik was gewoon de proefpersoon en ja. ik, uh, ik ja. doneerde. <laughs> en ik gaf het aan de wetenschap en die, het, die gingen daar uh, dingen mee nou ja, uithalen en onderzoeken. Um, tegenwoordig, als je. Ik, zou, ik heb niet iets van. Dan de, denk ik, ja, laten we dit preventief gaan doen om te kijken hoe het ervoor staat. Wel als je echt langdurig veel klachten hebt van maag-darmsysteem en ook ontlasting, dunne ontlasting, uh, 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 juist weinig ontlasting, of als het. Nou ja, als het hele de mark systeem niet goed functioneert, veel klachten hè, daarvan geeft, dan is het wel op een gegeven moment zinvol om daar een onderzoek naar te laten doen. En dan kan ook een onderzoek van je ontlasting daar onderdeel van zijn. Waarbij je misschien, nou ja, daar eh, op spoor komt van bepaalde zaken die je kunt verbeteren. Ja, en dan. Waarschijnlijk heeft dat dan te maken met bepaalde voedingsstoffen niet meer innemen of zo. Bijvoorbeeld, ja dat is vaak een lastige. Hè? Want een, ja, er zitten bepaalde voedingsstoffen die je uh, mogelijk um, je darm prikkelen. En dan moet je het gaan elimineren. Hè? Dan moet je de boel eruit halen en dan één voor één steeds terugvoeren. Uitzoeken wat ja. het is. En dan is heel moeizaam. En dan denk je, ja, ja het doet wel iets. Dus, dus, um, dus ja, dat is, dat is vrij... Lastig onderzoek, maar het, het, kan, het kan wel uh, oplossingen geven, want als het bepaalde zaken toch te veel reactie geven, um, uh, 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 fermenteerbare producten die lucht geven in de darmen. Puur als je dat eet, ja, dan weet je, nou, dan moet ik die dus niet eten, want daar krijg ik gewoon last van. Hm. Uh, bepaalde melkproducten. Ja, maar daar uh, hebben we het ook even over gehad. De, de low fat map. Ja, uh, er zit nog één ja. vraag voor je, slash, uh, Dr. Guido. Is uh, fermenteren slash gasvorming altijd slecht? Is dat onwenselijk? Nee, dat is niet altijd slecht. Maar het kan wel te veel zijn. En als het te veel is, dan krijg, heb je echt, brrr, ja, gevoel precies, gevoel dat. Ja, een op, opgeblazen gevoel. Dat is dat je dan. denkt, wow, ik heb ja. dit nu gegeten en ik voel me echt zo opgeblazen. Maar het is nou niet tot ik het even brrr, Kwijt. eruit ja. en dan is het weg. Nee. Maar dan maak je dus duidelijk, wat ik wel een beetje nu hier herken, ergens van, zoals wij normaal zitten, dan gaat het allemaal prima. Maar op het moment dat we allemaal gaan sporten, of duursporters, worden dan een beetje meer, nou ja, uh, gaan ze gedragen als patiënten, een beetje met prikkelbaar darmsyndroom, of in ieder geval, krijgen de ja. klachten waarvan je zou denken, nou, als je dat de hele dag door hebt, dan is er misschien wel iets met je aan de hand. Dat is dus wat inspanning hmm. wel met je doet. Vandaar ja. misschien die zoektocht, toch wel. Dat ze denken, ja, kunnen we ook in de omstandigheden van inspanning, eigenlijk ja, uh, via diëten of bepaalde uh, voedingsmiddelen, ervoor zorgen dat die, ja, die klachten wat minder worden? Ik denk dat ja, dat... ja, dat proberen ze dan inderdaad. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar soms is het bij, ja, bij inspanning gebeurt. Nog, nog iets anders wat denk ik belangrijk is bij het Maag-Darm systeem, is natuurlijk de verdeling van je bloed. He, het bloed ja, je net al, ja. gaat natuurlijk in één keer niet meer zo heel veel naar je Maag-Darm systeem, want daar is geen prioriteit. Die ja. gaat naar de spieren. Ja. En als het warm is, ook nog naar de huid. Dus dan is er niet zoveel meer voor je maag-darm systeem. En als je dan een uurtje moet sporten, dan hoef je ook niet iets in te nemen om dat aan te vullen. Ja. Moet je acht uur sporten of langer? Ja, daar zat ik aan te denken. Die, jij begeleidt meerdere triatleten die ook ja. wel eens een hele triathlon doen. Ja. Wordt die vaak uh, verstoord door uh, hoge nood? N niet zozeer door hoge nood. Dat is denk ik meer um, een probleem van dat je er moet voor zorgen... voordat je ze, nou ja, in die aanloop daar naartoe niet te heel veel vulling hebt van je darmen. Hè, ja. Dus uh, ...producten die in de darmen blijven zitten... ...en zorgen voor een goede peristaltiek. Hè, de vezels onder andere... Ja, die, moet je wat ...die moet je echt minder of niet eten. Uh, de, pro de problemen die meeste triatleten ...in lange afstanden hebben... ...is eigenlijk gewoon... ...het maar weg zien te krijgen... ...en opnemen daarbij. Hè, je kunt het wel in je mond stoppen... ...en in je maag... ...maar op een gegeven moment... ...als het daar niet doorstroomt... ...dan loopt het vol... ...en dan komt het ook wel net zo hard terug. Hè, ja. Dan word je misselijk... ...en dan moet je braken overgeven... En het geeft ook soms wel een, een nou ja, toch wel diarree van um, de, wat er nog in de darmen zit, dan komt het aan de andere kant er ook uit. Dus dat zijn wel hele lastige problemen als je daarmee te maken hebt. Ik heb twee vervolgvragen, merk ik. We hebben het eerder in de aflevering gehad over dat niet vezels eten, daar heeft Jurgen een mening over. Toets ik zo bij je, want dat weten we nog. Even dat braken, dat is wel even andere uitgang, mm -hmm. ander probleem. Maar stel je krijgt daarmee te maken, hetzij in een marathon, half triathlon, hele triathlon. Wat is eigenlijk jouw beste advies dan? Want de, iets gaat er overduidelijk niet goed met je uh, ja, voedingsinname. Ja. En nu mentaal denk je ook nog: alles wat ik de afgelopen uur erin heb geduurd, ja. ben ik ook nog kwijt. Wat nu dan? Ja. En je bent een losspellende weg. Denk ik. Hè? Weet je, braken is meestal het gevolg van een overvolle maag. Ja. ja. Als die te vol is, dan krijg je moe die prikkel, en dan denk ik, nou dat moet eruit. En aan de andere kant wordt het via de, de, de maagsluiter naar de dunne darm, de pylorus, wordt um, niet, niet, zeg maar, doorgegeven. Die, uh, gaat, die staat niet open. Ja. Dus ja, dan is er nog één kant, naar boven toe. Ja. Ja, dus maar, dan he, een mooie misselijk. Heel praktisch, Guido. Stel, ik heb ja. dat een keer, ik ga over mijn nek, ik ben, uh, ik zie daar al mijn shells en ja. voeding van het afgelopen oh, uur liggen. Op... Of twee uur, of drie uur als ik pech heb. <laughs> ja. En nou ga ik door. Uh, jij zegt, ja, ben je beroerd? Nou, waarschijnlijk lucht het op meestal als het er nee, dan uit is. Meestal wel Dus maar je, ja, je stapt weer op de fiets. Maar dan? Het probleem is natuurlijk, dan heb je nog steeds geen energie ingenomen. Nee. Want, dus ja. wat, wat is wijs dan om te doen? Nou, proberen in ieder geval ervoor te zorgen om het, nou ja... In ieder geval, je maag weer rustig te krijgen. Dus kleine beetjes water. weer water. En soms helpt cola Helpt ook bij heel veel mensen die denken: nou, ik moet cola hebben. Want dan krijg je, dat gaat er nog wel door en het komt niet terug. Nou, als dat zo is, doen. Prima. Ja, Weet ja. je, dan kart er in ieder geval iets in. En dan wordt het weer wat rustiger. En dan krijg je het op die manier: krijg je in ieder geval nog energie binnen. Ja, dat is het, hè. Ja. en dan weer energie pakken. Maar je PR ja, gaat niet halen. Nee, je PR gaat niet halen. Maar nee. je kan dus wel door. Maar dan moet je dus heel laag intensief ja. uh, nou, door. Of zo. Dan ja. moet je even terug in tempo, ja. En, en zorgen dat je wat binnenkrijgt. Um, dat eigenlijk dat systeem ook wel weer gaat draaien. Ja, want anders ga je het niet redden. Nee, nee. Hey, en dan, uh, hij zit hier helemaal voldaan te kijken. We hadden het eerder deze aflevering over dat, dat geen vezels eten. Want dat herhaal je ja, nu, hebben we vaak in de podcast ja. over gehad. Doe ik ook graag. En hij roept hier al... Volgend jaar bij mijn marathon ga ik dat ja. echt niet doen. Hij is bang dat uh, hij Jurgen Tevel hier op de bank. Dat als ja. je twee dagen geen vezels eet, dat je je microbiome in de war brengt. Dokter, dat is toch niet ja. zo? Ja, maar Guido, ja, jij zei ook van beetje, die uh, darmgezondheid uh, is belangrijk, hè, voor de algemene gezondheid, fysieke gezondheid. Ja, maar en, ik zal hem even terug een vraag stellen. <laughs> ja. En dan ga ik meteen terugdenken aan uh, Victor Kampenaar, Hij heeft ooit een klisma genomen hè, voor een of de belangrijke ja, Maar Dat zijn dat uh, jij dat moest doen. Nee, maar ik ben een beetje aan het prikkelen van ja, als we die, die, dat darm, uh, de microbiom zo belangrijk vinden, waarom zou je er dan mee gaan uh, rotzooien? Nou, dokter Guido Vroom heeft een vraag voor ja. je. Ja, nee, precies. Dat, dat, waarom zou je het helemaal uit evenwicht halen? Ja. Voor dat. Maar dan krijg je natuurlijk, waarom zou je dan die marathon lopen? Want daar gaat je hele systeem van belanden. Ja, dat is ook waar. Ja, ja. <laughs> maar is dus het. Ja, uh, dat... ja ik, ik, snap, ik, ik snap je wedervraag. Uh, ik ben wel, laat <laughs> dan, dan ik hij dan. Geeft hij daar wel eens antwoord op? Ja, Waarom wil jij die marathon eigenlijk lopen? Ja, omdat, ja daar heb ik toch de, de luisteraars beloofd. En ik heb ontzettend veel oh, zin in. Ja. Oh, je hebt de luisteraars nee, beloofd. Dat lijkt me een me slechte leuk. motivatie. Ik vind het ontzettend leuk om te gaan doen. Nee, dus, Oké, okay, uh, dat is belangrijk. Maar dan maar mag is, je best wel een, een paar dagen. Is één dagje mag... vezelarm wel genoeg? Ik zou, uh, daar ben ik een beetje verbaasd over bij de uh, atleet die hier zit. Ik denk dat je het beste twee... Na ah, drie dagen wat... Uh, 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 heel weinig vezels moet ja. eten. Krijg ik thuis niet Even verkocht. Bij, kijk, als je, wat je <laughs> vandaag eet, dat komt er... Nou ja, voor een groot deel morgen weer uit. Dat idee heb ik ja, wel. Dus dat, dat, zo, is meest, zo snel gaat het meestal wel. Maar ja, voor het zekere... Er zitten dan natuurlijk altijd nog... Als je ziek bent dat je kunt echt helemaal niks eten... Dan is het ook niet zo dat meteen het dan zeg maar... 24 uur later komt er echt helemaal niks meer. Hè? Ja, dan, want... Uh, dan ben je alleen maar leeg. Dan ik nee, wil uit toch twee, door. twee dagen zelfs doorlooptijd. Ah, twee dagen. Met, ja. uh, maar goed. Ja. Maar, uh, met nogmaals. Twee dagen is goed. Ja. Mijn leven is niet alleen maar uh, fysiek en sport. Hè. Ik heb hier ook een gezin. En uh, die tolereren het denk ik net. Ja. Dat ik twee maaltijden, mijn ontbijt van de racedag, mijn avondeten de racedag ervoor en misschien mijn lunch. Ja. Ja. Dat ik daar dit soort fratsen mee uithaal. Maar als ik daar twee dagen hier aan de witte bolletjes en de spaghetti zonder groente ga zitten, dan wordt dat niet goed. Moeten getrokken. zij dat dan ook eten? Nee, maar dan nog. <laughs> ik word gewoon belachelijk gemaakt. Onder ah, ja, een wat vertegenwoordigd. Dat, tepe, wat dat voor kun jij dan toch moet. wel hebben? Dat kun je toch wel tegen, jongen? <laughs> kan ik wel tegen. Maar de, de, de gezondheid wordt ter discussie gesteld. Hè? Want als je het echt zuiver ja, doet, dan ga je goed eten. je ze er app kido. Ja. <laughs> uh, ik bedoel, zijn dit soort discussies die met met atleten heb je die veel eigenlijk? Die inderdaad ja. toch wel mij zeggen: ik wil dat niet, ik ga oh. niet anders eten of. Nee, dat nee. Vaak is het wel zo. Weet je, als dat helpt om een prestatie beter, in ieder geval niet te verstoren, mm -hmm. ja, dan, dan doe ik dat wel. Hè, weet je, dan is het misschien even mijn mijn balans, zeg maar mijn homeostase zoals we het dan noemen, even weg. Ja. Maar. Um, Twee, drie dagen later is hij er wel weer terug. Ja, ja. Hè? Het is niet doordat het dan ineens. Oh, dat komt nooit meer terug. Ja. Moest zo lachen. Weet je nog zo alweer. Uh, nou ja, we gaan nu een bruggetje maken naar terugblikken op het seizoen. Ja, leuk. In seizoen 7, wat liep van uh, begin 2023 tot nu. Had ergens onderweg ook dat programma van uh, Jim van den uh, van, van de Berg. Ja, Jim is het, toch? Oh ja, dat die uh, uh, met met, uh, met de basketbalster. Ja. En uh, ja. dat hij ze ging laten tijdrijden. Daar zat dit fragment ook in. Hè? Vond ik zo grappig. Had hij ze blijkbaar niet goed uitgelegd of zo. Dat hij dus op de ochtend van de race, of de ochtend daarvoor, zei hij bij dat ontbijtbuffet in het hotel: Hier, pak maar even wat zoete puddingbroodjes. Pak maar even dit. Pak maar even wat rommel. En uh, kut, zijn naam ontschiet me. Hoe heet die kerel Rut nou? Rutger, Rutger ja. ja. Die was zo. En ik herkende wel wat hij voelde. En ik dacht, ja. Die was zo. Ja. Hij zei: Ja, rot op. Ik heb hier vier maanden, vijf maanden, weet ik veel. Gezond. geleefd ja. als een monnik. Ja, ja. Ik ga gewoon ons. nu naar de supermarkt. <laughs> en ik ga muesli met vruchten en vezels en al die shit ja, ja. halen. Ja, ja. om gezond te eten. Um, ik vond dat wel een grappig verschil. En, en dat is dus ook wat hier thuis gebeurt. Ik leef gezond, ik train veel. Ja. En dan ga ik opeens aan de witte bolletjes met vruchtenhagel. zeggen ze: Wat doe jij? Ja, ja. ja ik wil gewoon alleen maar. Um, voedsel hebben wat uh, uh, weinig uh, um, in mijn darmen... Ja, overbewijs. weinig vezels, veel koolhydraten. Ja. Maar dat, ja. dat is dus... En die discussies, daar refereerde ik eerder aan. Die reacties krijgen we ook wel op ons Instagram. Dat is dus niet per se gezond, hè? Die laatste 36 uur. En dat is ook niet... Nee, maar dat eet... is ook niet per se ongezond. Want weet je, het, nee. um, je, je... Je beweegt heel veel, je sport heel veel. En dan, als je zoveel traint en zoveel sport, dan... Heb je ook allemaal brandstof nodig? En daar kan ook gewoon eens wat minder kwalitatief goede ja. brandstof bij zitten. Hè? Ja. ja, overbrand toch wel? Ja, het, ja. Nou, toch zo wel, kun ja. je het ook stellen. Dat ja. is ook onderdeel van uh, nieuwe prikkels. Hè. Variatie in prikkels, ook voor de dame, denk ik. Zeker, ja, zeker, zeker. Hey, um, als wij terugdenken aan seizoen 7, een aantal dingen die uh, opkomen, echt wel. Uh, de Slimmer Presteren Community, toch? Eerst al met een enorme groep naar de CPC. Mooie foto vind ik dat ja. nog steeds, met z'n allen op het Malieveld. De WhatsApp-groep rondom de Rotterdam Marathon, die nog steeds leeft. Ja, en waar al ja. wordt gezegd: hey, Precies. moeten we hier niet de Slimmer Presteren Loopreizer groep van maken? Ik zag er voorbij, uh, ja. De, de live-sessie. Voor de marathon, die niet werd opgenomen. Dus een unieke live uh, verandering was het Wielercafé in Doetinchem. Een ja. aantal leuke optredens bij bedrijven en verenigingen. Amenrongen, inderdaad. Guido, in wat geweest. is voor jou uh, een mooi, memorabel moment uit uh, het uh, afgelopen half jaar? Het Sportlab. Ja, natuurlijk. Uh, het Sportlab natuurlijk. hebben we ook gehad. Drie afleveringen Sportlab. Bij jou ja. in de schuur. Ja. Ja. Dat moet doorgaan. <laughs> ja. Ja, dus. De, de nieuwe sensoren nog... komen, vind ik. Nieuwe sensoren, nieuwe proefjes. Was wel heel grappig, kan ik wel hier met luisteraars delen. Uh, vorige Sportlab was nu twee, drie weken geleden. Over de Timeware. Uh, time yeah. Toen hadden we dus ook een luisteraar die op Instagram zei: Hey, uh, super interessant. Maar uh, hoe komen jullie aan het shirt? Want ik probeer dat te bestellen. Is alleen maar in Canada te krijgen. <laughs> ik He? ben er naartoe gefietst. Ja, naartoe gefietst. <laughs> ja, ja. ja. Cont contacten. Maar op dit moment weten we dus niet of het in Nederland te krijgen is. Hè? Nee, nog niet. Nee, nog niet zelfs, ja. Nee. Wel grappig, die, uh, die, die Taiwanese studie waar ik over begonnen. de ja, poepstudie. Uh, die gebruikte ook uh, de Nier infrared uh, Alleen dan niet op de spier, maar juist op het brein. Ja. Met het idee, oh, ja. En op de buik. Om een beetje. Uh, hun idee was inderdaad dat na het poepen. relatief meer bloed en zuurstof naar het brein kon gaan. Dat het. Uh, oh. Dat leek bevestigd te worden in die metingen. Dus die, dus die gebruik je, heb je slimmer. Eigenlijk. Hè? Ja, als je <laughs> slimmer jij... presteren <laughs> ja. is. Nou ja, in ieder geval. De motorische schors, uh, meende zij, maar daarvan. Valt... We hebben die studies gesproken, daar viel nog wel over te zeggen. Nee, ik vond het, uh, het Sportlab super leuk om te doen. Dus ik wacht eigenlijk af op. Er uh, zijn wel wat vragen of luisteraars geweest die wat suggesties hebben gedaan over. Uh, uh, zoltjes zoltjes ja. met name, slimme zultjes. Uh, ja. Maar ja, ik denk dat Guido. Heb je wel iets liggen, Guido? Wat je graag wilt testen? Nee, nog niet. Maar er zijn, ze zijn wel, zeg maar, in België bezig met die lactaatmeter ah, ja. via zweet. Ja. En die is, nou ja, ik heb hem nog niet. In ieder geval, hij is nog niet, denk ik, verkrijgbaar. Ook niet als testsensor. Maar nou dat, is, dat zou een hele mooie zijn om, om dus, nou ja, te gebruiken in zo'n lab. Ja. ja, zeker. Kijken we eruit. Ja. Hé, hey, en ja. hoe. Uh, hoe uh, heb jij gelopen bij uh, de uilentorenloop? Lekker. Zwag, voor deze begaan. Ja, wil, wil je jouw nummer ook even ophouden, meneer Vroemen? Ja, die heb ik niet helaas. <laughs> Staat ik, hij hei... opeens naast me? Zegt hij: uh, zo, ik ben er. Oh. Uh, ik zeg: heb jij een nummer opgehaald? Ja. Uh, 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 nee. Ik zeg: heb jij je eigenlijk wel <laughs> ingeschreven? Nee. Heb jij oh, mij niet. ingeschreven? Ik zeg: nee. Mocht hij meedoen, überhaupt dan? <laughs> nou, ik heb het maar hij gezegd hoor. Hij werd niet uh, tegengehouden. Verdetten van de show heb ja. ik hem maar uh, laten starten. Nee, hij had maar in dat in shirtje een shirt wat had. ik aan had, ja. Nee, ja. dat slimme presteren shirtje, dat helpt gewoon. Weet je, dan ja. roept iedereen slimme presteren. <laughs> Vond je het, uh, want ik roep dat altijd, maar ja, ik heb ze besteld. Vond je het nou een lekker sportshirt ook? Wit, luchtig, ja. active dry. Hij mag wat strakker. Oh, je bent een kleine maat. Ik had nu nog wat te veel luchtweerstand. Want nu uh, liep Jurgen nog steeds uh, binnen een minuut of zo. Of uh, twee uh, minuten, weet ik eigenlijk niet. Uh -huh. Ja, ja. Ja, Nou, ja, oké. Okay. Mooie plug, uh, hè. Als je ik hem, nee, het je een, was, een het aantal hebt, dan om je shirt, het had te strak, zeg maar. maar ja, die hadden weer een te kleine maat. Ja, ja, nou, ja, zo is het ook weer. Mooi. Maar leuk, de, leuk jou uh, daar te zien, uh, Guido. Leuk dat we nog een keer uh, met elkaar lopen hebben. Ja, ja, ja. Uh, ja dat had lang geduurd dat ik... Nou, het bleef allemaal heel gelukkig, ja. niks ja. gegaan. Ja, dus is uh, goed gefinished. Ja. Nee, ik, ik vind dat, dat. Weer. Ik vind het ook wel een, een, hoog, een hoogtepunt. Ik heb er eigenlijk nog eentje, ik heb nog twee erbij, denk ik. Ja, kom maar. Uh, We hebben nog even. Eentje... Het padellen, Gerrit. Oh ja. ja. ja In de, de, de gedachten gedachte van het ASM ja. uh, dynamisch I bewegen, veelzijdig bewegen, zijn wij wezen padellen met elkaar? Sorry Guido, je had hem ook mee willen doen. Ik ja, ik hoor het, ja. het nu. Ja, ja, nou ja. Oh, het was met, natuurlijk was met partners. Het was met partners, <laughs> dus met z'n vijven padellen wordt wat ongelukkig. Ja. Ah, ja. Ja. Maar, um... ja, het ongelukkig. Maar ik zei al, het is een balspel hè, pas op hè, want dan, is, dan ben ik... het uh, Bloedfanatiek. Ik dus je wil ja. zeggen, we kunnen wel jij en je eentje tegen Jurgen en mij samen? Zeker. <laughs> Makkelijk. Nee, <bang> <laughs> Makkelijk ook <Ja>. dit. <laughs> ik wil dan wel een nachtpaddel toernooi hebben. Maar Daar hoe? ben ik goed in. Nou, oh, dat van de nachtvoetbal, wel. indachtig ja, ja, ja. nachtzaalvoetbaltoernooi. <laughs> ja toch? Nou, ja, leuk. Ja. Maar, <laughs> maar hey, wordt, er, het, wordt het nu tijd voor een oproep? Padel, een keer een padellen. Dat we zeggen tegen luisteraars: uh, als je een keer uh, mee wil padellen, dan prikken we. Dit is wel altijd gevaarlijk, wel heb ik geleerd in Oeh. zeven seizoenen. Want dan ontstaat hier zo'n idee op de bank. En voordat je dan de datum geprikt krijgt en het georganiseerd Eerst maar eens krijgt. kijken of mensen het leuk vinden om mee te doen. Dus dan zeggen we: uh... Wil je mee pedellen? Stuur een mailtje naar post slimpodcastnl uh, Waarschuwing erbij. Ik zie ze al binnenkomen Ik geïnventariseerd. Duurt soms even voordat ik het allemaal antwoord. Dan prikken wij met z'n drie een datum. Ja. Die communiceren we ook op onze socials. En je kan of je kan niet. En dat is, dan, uh, dat ja. is het dan. Oh, oh, ja, ja. Leuk. Leuk. En dan, ja. Oké, okay, gaan we doen. Uh, Pedellen. Ja, uh, en derde hoogtepunt. Stok uh, is toch die Kika-run. Ja, vond je het een hoogtepunt? Ook al moest ik uh, toekijken. Nou, het yeah, al, uh, liep niet, hè? Leuk om erbij te zijn. Nee, ik vond ik het, het, het heel uh, leuk uh, ja. dat we erheen gingen. Ik vond het ook heel leuk dat Malis en Ronald ja. en uh, Biro, Biro, de Biro uh, ja. het team hebben ingevuld. Het was wel een beetje mijl op zeven, want het was natuurlijk en een week naar de uitletoren lopen, dus heel veel mensen konden, wilden, mochten niet. Um, en Rick de Haan band. van Kika, gauw gozer. Ja. Maar ik vond wel dat hij het event een beetje oversold had. Ja. Het, het leek groter op de website en in de aankondiging dan het was. Maar wat ik wel leuk vond, we kwamen daar een paar mensen van de ASM tegen. Dus dat waren een paar leuke bekenden. En uh, ja, verder was het wel hartstikke gezellig. Het idee om als, als team, slim te presteren ja. team, aan zo'n evenement mee te doen. Dat was, leuk. was echt. Uh, ja. Ja, 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 ja. ja, wat hebben we nog meer uh, gedaan? Ja, mooie, mooie marathon, natuurlijk, vooral gelopen zonder PR. Maar ja, op naar de volgende, Guido. 29 oktober in Brabant. Ja. Ja, gaan we gewoon weer. En dan hebben we vanaf nu ofwel mogelijk PR. We gaan ervoor trainen als we PR gaan doen en anders. En we een leuke nieuwe marathon ontdekt. Ja, dat is altijd leuk, toch? Ja, dacht ik. En ja. ja, wanneer komt dan de hele triathlon? Oh. Oeh. Uh, stil. Nou, ik zal je het volgende uh, vertellen. Wacht. Okay. Ik geloof dat ik nog steeds. Maar het feit dat ik zo lang moet nadenken. Is dat er langzaam aan dat fundament geknabbeld wordt. Maar ik ben op dit moment nog steeds op een plek. dat ik mij niet kan voorstellen. dat ik dat überhaupt zou willen. Ah, oké. Okay. Snap je? Ik, uh, ik moet wel zeggen. ik vond het trainen en het doen van de halve heel leuk. Ik vond dat uh, zwaar, maar haalbaar. Terwijl ik me nog heel goed weet. dat ik een aantal jaar geleden. Tom Blanchard. Uit ons netwerk, die deed de halve in Luxemburg. Mm -hmm. En dat ik gewoon met mijn back op tafel lag. Ja. En ik dacht: oh, gast, hoe dan? Hoe, ja. wow. hoe kun je een halve triathlon doen? Ja, en nu heb ik het zelf gedaan. Maar um, nee, ja, die hele man. Ik weet niet hoor. Het is, dat is wel weer zo'n ander spelletje. En dat is ook trainingswijs, volgens mij staat mijn leven dat nog niet helemaal toe. Moet mijn kind ouder zijn? Nee, dat klopt. Daar zit natuurlijk wel een, een, een hele grote kern van waarheid in. Want uh, je moet niet denken van, ja, ik heb een halve gedaan, dus dan moet er nu de hele komen. Um, als de rest van je leven daar niet op is ingericht, dan kun je dat maar beter lekker een halve blijven doen of korter. Ja. Want dat geeft veel meer plezier. Nou, dat is wel. Het, ik had natuurlijk toen de rare omstandigheid ja. dat ik uh, in Steens een week daarvoor een sprint deed. Uh, niet onverdienstelijk in het veld waar ik toen was. Ik bedoel, alles naar uh, de context. Uh, top 10 top daar. 10. Uh, en dan die halve. Ik vind allebei wel leuk. Maar ik ben wel benieuwd nu zo naar anderhalf, twee, nee, anderhalf jaar nu, Guido. Ja? Ik weet dat jij niet zo werkt, want we moeten allemaal uit ah. mezelf komen. <laughs> maar als jij nou naar data kijkt, hè, wat ja. is nou... Waar zou ik me het beste in kunnen gaan ontwikkelen? Toch in kort en hard of toch in lang en duur? Of in paddel. Waarschijnlijk zal de combinatie zijn van kort, hard, padellen. Ja, precies. Nee, <laughs> ja. nee, 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 maar ik denk, ik denk, als ik het zo kijk, dan is het eerder neig ik naar de. Naar de kort harde wel, hè? versie. Ja ja, 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 ja. Dat vrees ik ook een beetje. Ik vind die marathon -trainingen wel leuk, maar ik heb natuurlijk gewoon een lijf in de fysiologie wat, wat beter ja, op die sprint gaat. Ja, explosief. Ja, uh, dat, klopt dat, dat ja. klopt. dat is ook gewoon zo. En dat moet je dan ook zo benutten. En daarbij ook nog meenemen dat je, nou ja, je leven eh, eromheen, je sociale leven, dat Merk. past hier ook natuurlijk veel beter bij. En dan, ja, so. dan levert dat ook veel meer plezier op dan dat je denkt: oh nee, zeg, ik moet nog drie uur op die fiets zitten. Ja, ja. Ja, ja. En dan moet je echt een week lang bolletjes, uh, witte bolletjes eten. Dus, uh, ja, ja, ja. Dus dan, nee. dan heb je helemaal... Ja, oh, je voor, je eet, nee. Nee. Ja. voor die hele triathlon. Ja, 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 ja. Nee, precies. Dan heb je helemaal hebel. Ja, ja. Het leuke aan kort hart is natuurlijk wel dat uh, die wissel heb ik dan ook meer precies van. Ja, nee, van, precies. Oh, jongen, ja, ik ja, heb sinds tien weer genieten, echt, de oren gewassen, jongen. Echt sukkels. <laughs> Train ja, nou eens mooi op is dat, dan? Ja, vind ik echt leuk. Ja, dus ik zou... Vroeger hadden we nog wel eens wedstrijden. Run, bike, run, bike, run, bike, run, bike, run. Oh, ja? Oh, en misschien ja. dan nog eentje, dan weet ik eigenlijk al niet meer. Ja. Maar er waren zoveel wissels. Ja, dan moet je gewoon, als je dan niet goed wisselt, ja, dan, dan kun je natuurlijk schudden. Maar dat, ideaal was dat voor jou. Ik zou zeggen, misschien moeten we die zelf organiseren. Ja, ja. En, uh, een, een, gewoon <laughs> een event met 16 wissels. Ja, gewoon <laughs> ja. rond je fietsen, rondje lopen. Rond je fietsen, rond je lopen, et cetera. En maar zeg door. jij nu binnen 10 minuten een tweede initiatief waarin wij weer ja, <laughs> iets gaan doen. En de ik winnaar, krijgt, toe, hè? De winnaar als... krijgt de Gerrit Heikoop wisselbokaal. Oh, hey. oh ja. Lekker. Dat is ja. een heleboel. Ja, ja, ja. Nee, te laat. We doen pat. Ja, leuk. Mooi. Goed zo. Hey, uh, we gaan een uh, <laughs> warme zomer in. Uh, Jurgen, jij hebt nog geen triathlon gedaan? Uh, 8 juli of 9 juli? Oh ja, dat kan is waar. Ik, ja, volgende week uh, in, uh, in de Valforst. In Valforst. Maar jij zegt altijd, ik doe de triathlons na de zomer, hè? Ja, maar dit ja. kwam... Nou ja, het zit zo, na de zomer heb ik er maar één. Renkum. Echt? Want, uh, maar dat zei ik misschien al... Renkum, wel. save the date, ja. beste luisteraars. Geen gesponsorde samenwerking. Gewoon ambassadeurs, omdat het de vetste cross triathlon... Nee, hopelijk, een hele vette cross triathlon hopelijk, in Nederland is. Hopelijk uh, vrij, dat het gewoon gezond kan worden. 26 augustus ja. in ja. Renkum. En ik zou heel graag natuurlijk altijd traditioneel voor doen, maar ik ga nu zwemmen in de Amsterdamse grachten voor uh, ALS. Voor uh, ALS? City Swim. Hoe ja. ver moet je dan? 2,3. Of 2,1 oh. kilometer zwemmen. Oké. Okay. Ja. Hm, leuk toch? Nou, ja, zeker. Ja. Dus, dus jij voorlopig mijn... Uh, en het is hetzelfde weekend. Dan, nee, dat is eentje laat, ja, van uh, Amersfoort. Ja. En dan praat je al snel richting uh, 9 september. Jaar, et, et, ja, onze eigen UHTT. UHTT Triathlon utrecht Nee, de Heuvelrug Triathlon heet die officieel. Ik hoef er geen reclame voor te maken, want hij is al sinds februari stijf uitverkocht. Ja. Dus maar ik weet dat diverse luisteraars gaan meedoen. Jij bent vrijwilliger, ik, ik ben speaker vrijwilliger. Ergens, dus uh, uh, we gaan ze daar ja, zien. Mensen tegen te houden. Nou, weet daarna... We... We... ...hebben we nog Exterra op Ameland. Ben ik, hallo speaker, in de microfoon. En helaas, nadeel dit jaar... ...normaal ben ik daar lekker een heel weekend... ...en op zondag ook nog met de kinderen... ...maar die zondag is de Dam-to-Damloop. Oh. Dus ik pak zaterdag op Ameland laatste boot... ...hotelletje naast oh ja, Amsterdam... Dan ...en dan ook, staan we uh, om zeven uur... ...op de Prins uh, Hendrikade uh, te klapperen. Ja, ja. Dus dat is uh, leuk, maar dat is dus allemaal het speakerwerk. Ja. En dan uh, gaan we langzaam richting, richting... oktober werken. Het ja, teleur, hè? Het ja, Uiteind... teleur stelt ja. nooit teleur. Ja. Guido, kom jij wel eens in Edeleur? Nou, niet zo heel vaak moet ik zeggen. Dat zit niet in mijn vaste fietsroute. <laughs> Kijk genoeg. Als je er niet hoeft te zijn, dan kom je ja. er niet. Maar nee. ze hebben een leuk marathonnetje. Dus uh, daar gaan we met z'n allen heen. En dan, uh, ja, ik moet, moet verder nog een beetje plannen maken voor het najaar. Zevenheuvelloop zag ik voorbij komen. Wanneer is die? Uh, volgens mij half november. November, dan, denk oh, ik. oh ja, oh, anders ja. ook al. Ja. Altijd leuk toch? Ja. Vaste stek. Ja, nou mooi. Ja. Dan, uh, maar dan zitten we al diep in seizoen 8. Ja. We hebben een mooie aflevering klaarstaan aan het begin van de uh, seizoen 8. Uh, dit komen we terug op 18 augustus. En uh, dan hebben we een mooi gesprek met Matthijs Hesselink, professor aan de Universiteit van Maastricht, over uh, die magische mitochondriën. Lekker onder de motorkap, maar toch ook praktisch. Over supplementen die je ervoor kan slikken en hoe je ze kan trainen en wat ze allemaal doen. Dus. Uh, wij gaan door, in ieder geval. Dat heeft geborgd dat we de zomer over gaan. En uh, nou, wij spreken elkaar volgende week nog even om terug te blikken op die aflevering, uh, of op die Bank van uh, ASM, ASM vanavond. Ja. En, uh, oh nee, als we elkaar voor het eerst wilden spreken, hebben we dat al gedaan. Precies. <laughs> Ik zit even te worstelen met de tijd. Goed zo, Guido. Blijven heb jij luisteren. nog een, uh, een mooi slotwoord voor onze luisteraars uh, de zomer in? Ja, vooral lekker. Uh, uh bezig blijven met heel veel plezier. Leuke dingen blijven gaan doen. Dat is het belangrijkste. Ga je zelf nog wat leuks doen? Op sportief gebied? De Iron Maiden. <laughs> Niet Iron Man, maar Iron oh, Maiden. De, de Iron <laughs> Maiden, zo. Jeetje, man. Ja, en wanneer en ja. waar uh, kunnen we jou in de morspit uh, oprapen? Oh, 11 juli. Dan uh, lig ik daar in het midden. Dus oh. als je wilt meeten, kom naar de Ziggo Dome. Nou, daar is het. Leuk, man. Nou. De number of the beast, hè? Zeker, heerlijk. Hopelijk overleef je het, uh, ja. Ja, dat heb ik al jaren overleefd. Dus okay. Dat was uh, mijn allereerste LP die ik kocht, waarvan mijn moeder zei, jong, wat kups ze mich nou nu? <laughs> <laughs> en daar, je... had, daar had ze wel gelijk in. had ze wel gelijk in. Heb jij dan ook <laughs> ja, zo'n shirt, dat je dan de hele dag rondloopt met zo'n zwart t-shirt met voor mij geen Iron Man, maar een Iron Maiden? <laughs> Die heb ik nog niet, maar het lijkt me wel een goede. Ja. Toch? Als Met er een Eddie creatieve luisteraar is die uh, shirts kan ja, wie, maken. Dan moet op. je zo'n Eddie-figuur maken als triatleet. Dat ja. lijkt me echt vet cool. Ja, ja. ja. Dat is ja. leuk, hè? Ja. Ja. Wie weet kan dat al iemand? Um, laat weten, graag. Ja, hoe? Uh, ja, dit is ook altijd leuk. Je zit er oh. altijd maar bij te slapen. Maar uh, Jurgen, hè? aan ja. het eind van de aflevering, zullen we de afkondiging eens een keer samen doen? Ja, dat, yes. uh, ja. altijd goed. Als hè? mensen een shirt willen opsturen of willen reageren of suggesties hebben voor onderwerpen of vragen of iets over hun poep kwijt willen, hoe uh, kunnen ze ons dan bereiken? Mailen. Jouw hoogtepunt, dat willen we natuurlijk ook weten. Wat was jouw hoogtepunt van, uh, van seizoen 7? Mailen. Begin ik daar altijd mee? Mailen? De social media. Oh ja. Ad Waar zijn we ook weer te vinden? Ja, Instagram, duidelijk. LinkedIn, hè? Ja, graag. Uh, ik, ik iets op. minder op Twitter, maar het gebeurt ook nog ja, Twitter wel. Twitter is niet meer zo cool. Nee. Maar er zitten nog wel zit al aardig al wat TikTok mensen. Eigenlijk. Nee, dat doen we. Oké. Okay. Nee, ja. Hoe kan je ons vinden op uh, Instagram? Uh, op Instagram Ad. over slimmepodcast. At slimmepodcast, hè? Op ja. alle kanalen. Hartstikke ja. handig. Ja, en wat uh, vind je daar dan? Daar vind je uh, alle posts van uh, alle afleveringen. Behalve drie rondom de Uilentor. Ja, Kijk het even uh, niet op Die aflevering kun je doorsturen naar ja, een, uh, een leuk vriend, he? vriendin, een uh, collegaatje. Ja. Of uh, iemand met wie je traint. Ja, bijvoorbeeld. Ja, je, ja. je bedoelt via die website slimmepodcast.nl. Ja, ook altijd. leuk. Kan je hem ja. ook vinden? Ja. Ja. En uh, tot slot, als ze ons willen mailen post.slimmerpodcast.nl Ah, daar heb je goed op gelet. Heel goed. Ja, na ja, zeven leuk. seizoenen weet ik Dat weet je Dan het wel, hè? He? Ja, ja. Guido, we gaan genieten van een uh, zomerstopje. Uh, ik weet ja. dat sommige luisteraars van ons daar uh, wel eens moeite mee hebben. Uh, stuur die berichten vooral. Dat vinden wij leuk. Daar moeten wij van glimlachen. Dan voelen we ons ook uh, gewenst. En krijgen we extra zin om uh, na de zomer weer terug te komen. En weer netjes iedere vrijdag in jouw... Uh, uh, in je favoriete podcast, de app te vinden te zijn. Tegelijkertijd merk ik ook aan mezelf... het is ook altijd wel even heel lekker, ja. hè, die break. Even niet iedere week te zijn. En dan nog, mensen die goed luisteren, die weten al... daar hebben we al wat op gevonden, maar dan nog. Het is een fijne vakantie. Mooi. Gaan we op vakantie, denk ik, hè? Ja. Beetje sporten, een beetje proberen door te trainen. Ook op de camping. Beetje want maar. uiteindelijk ja, zeker. gaat de the road to the marathon of Brabant... <laughs> gaat beginnen. Cool. Maaskantje. Maaskantje, nee, dat is onder een bos. Oh nee, we nee zitten dan dat nu staat uh, niet, ten westen van Breda, ligt etten weet hey. ja. Dat is goed. Is goed, hè? Ja. Nou, dan zeggen we houdoe en daar gebedankt bedankt, Zuid-De Witte. Ja, zeker, Witte. En uh, Guido, fijne zomer en tot over een aantal weken. Ja, houdoe. 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 Aan het eind van iedere aflevering delen we altijd nog een tip, uiteraard, gebaseerd op een verse wetenschappelijke studie om slimmer te presteren in je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden? Een Engelse studie die heeft gekeken, eigenlijk, is heel populair daar ook in Nederland, hè, de parkrun. Parkrun, ja. Vijf ja, ja, je... kilometer toch? Ja, vast moment in de week. Ja, en samen met uh, je collega's. En wat zij vonden, ze hebben niet zozeer gekeken naar, uh, want dat, dat weten we allemaal wel dat het natuurlijk fysiek allemaal prima is, maar meer mentaal en uh, zelfverzekerdheid. Uh, en juist gepolst van: hé, hey, uh, bij de mensen, doe jij er eigenlijk wel toe op je werk? Dan kregen ze toch eigenlijk, zagen ze van: uh, ik heb het gevoel van niet. Totdat ze met z'n allen aan die parkrunning gingen meedoen. En dan nam dat uh, gevoel van eigen waarde nam toe bij de managers, maar ook bij de werknemers. Wow, ik heb het gevoel dat ik hier een hele aflevering over wil maken. Eén vervolgvraag, want je mensen kregen het gevoel dat ze er meer toe deden, oftewel, ik denk in een so soort sociale hiërarchie er meer bij waren. Ja. Is dat dan specifiek te wijten aan die parkrun of is het überhaupt iets sociaals doen met je collega's? Dat is een hele goede vraag, dat moet ik voor je uitzoeken. In dit geval hebben ze gekeken naar het effect van de parkrun. Ja. Leuk, leuk studie. Ik, uh, collega, ga je meestal stukje rennen?